Ik zit er dan weer gewoon te janken. Maar ja, ja. Ja. Maar niet van de emoties van binnenuit hoor. Maar gewoon omdat jij je sappen in mijn ogen loopt te spuiten. Hè? Kleine ronde donder. Oh! Ben u daar alweer? Ja, en u kan zich natuurlijk abonneren op het YouTube kanaal. Maar blijf vooral kijken ook, want aan het einde van het filmpje geef ik natuurlijk weer iets weg. Zoals ik elke week wel iets probeer weg te geven. Dus blijf kijken. Wat gaan we deze week doen? Ik ga weer een kleine demonstratie geven over een Tupperware product. Want ik ben natuurlijk zelf Tupperware consulente. En heel veel mensen hebben vragen over producten die ze bij mij kopen. Of die denken, waarom ben u Tupperware consulente? Nou, gewoon omdat het een heel goed product is hoor. En vandaag ga ik aan u demonstreren de Tupperware flexibele snijplank. Die is om te snijden, ja. En dan denken we natuurlijk, god, waarvoor hebben ze dat nou weer bedacht? Tupperware, waarom moet het nou ook weer snijplank? Want er bestaat toch al een snijplank? Ik heb zelfs thuis heb ik ook een snijplank. En dat klopt, u hebt waarschijnlijk thuis een snijplank. Nou, die is misschien voor glas. Als je die laat vallen, dan klettert die kapot, kan je gelijk een nieuwe kopen. Of hij is van hout. Nou, dan zou ik u nou willen vragen of u met uw eigen inlevings- en verbeeldingsvermogen eens even aan de slag wil gaan. Ja, op dit moment. Ja, op dit moment. Want visualiseer dat u zich eigen voorstelt. Even die eigen snijplank van uw eigen vorm. En als u die nou zo ziet staan in de keukenaren, wat ziet u daar dan aan? Dan ziet u allemaal krassen! Ja, heel erg goed. En wat betekenen die krassen, vraag ik dan, hè? Ja, dan denken we natuurlijk, bacteriën en hygiëne. Maar dat is natuurlijk niet waar, dat is niet waar ik op doe. Want hygiëne en bacteriën, dat heeft natuurlijk alleen maar te maken met hoe schoon je op je eieren bent. Nee, die krassen, die betekenen dat het materiaal van die snijplank, in dit geval dat hout, dat is losgekomen. Terwijl je een product aan het snijden was, is dat hout is losgekomen, is in je product gekomen, komt in je mond, komt in je systeem, komt in je organen. Nou is het gelukkig hout, dus is het organisch materiaal en dan gaat het ook heel makkelijk je lichaam weer uit. Maar misschien heb u ook een kunststof snijplank en als u die visualiseert, dan ziet u eigenlijk ook allemaal die krassen. En wat betekenen die krassen dan? Precies. Dat betekent dat u op dat kunststof iets hebt lopen snijden. Dat kunststof is losgekomen. Dat is in je product gekomen. Komt in je mond, komt in je systeem, komt in je organen. Maar omdat het dus kunststof is, blijft het daar voorlopig lekker zitten. En dan vinden je organen niet fijn hoor. Nou, kijk. Ik heb dus de flexibele snijplank van Tupperware. Kijk, dat is deze. En ik weet niet of je dat overkomt op de camera. Maar als je nou goed kijkt, dan zie je dat er ook allemaal krassen. Dat er allemaal krassen in zitten. En dat komt omdat je natuurlijk een keer je product hier opgesneden hebt. En dan krijg je krassen erin. Maar dit is natuurlijk Tupperware. Tupperware bedenkt niks nieuws. Die kijken alleen maar naar wat er al bestaat op de wereld. En welke problemen dat oplevert voor de gemiddelde huisvrouw. Zoals u dus bijvoorbeeld. Of man. En deze krassen die erin zijn gemaakt, hierbij is het product niet losgekomen. Dus komt het niet in je materiaal, in je systeem, in je organen. Maar elke kras die hierin gemaakt is, op het moment dat de snijplank bij je eigen dacht, oh, er kon wel eens een kras in mij gezet worden. Denk het niet van, nou, dan kan ik alles loslaten. Maar dan doet de snijplank, doet hij dit. Zag je dat? Dan doet hij eigenlijk dit. Zo, dus elke kras die je hier zet is dan materiaal wat aan elkaar gehecht is, naar elkaar toe gekomen en dus niet los is gelaten van het materiaal. Komt dus nooit in je product, nooit in je mond, nooit in je systeem, nooit in je organen. Kijk, dat stukken wij er allemaal weer. Hij heet ook flexibele snijplank. Want kijk, ik heb nou even een ui gepakt als voorbeeld. Nou, de oplettende kijker die denkt natuurlijk, mevrouw van Katerij, u snijdt toch nooit een ui op een snijplank? Nee, dat klopt, dat doe ik niet meer. Maar daarover een andere vlog natuurlijk wel een keer meer hoe ik dan wel een ui snij. Maar daar zijn we nu niet aan te focussen. Nee, kijk, je kent natuurlijk wel dat als je bijvoorbeeld allemaal groentjes, hè, je hebt allemaal groentjes, heb je zo lekker gesneden, bijvoorbeeld voor een soep. En dat moet er dan af. Dan ga je zo naar je pan en dan tieft de helft, dat tieft naast die pan. Dat tieft er dan naar. Nou, wat heb Tupperware dan? Stel dat dit je pan is. Het is natuurlijk geen pan, dat snap ik ook wel. Maar stel dat dit je pan is en het moet er allemaal zo ingeschoven worden. Dan zegt Tupperware, waarom zo ingewikkelder doen? Want je kan hem gewoon hupsen
je zo opvouwen, zet je hem in de pan, schrijf het er zo af, tieft er niks meer naast, hoef je niks meer op te ruimen. En deze hou een doekje over en dan zet je hem lekker terug in de kast. Verder kan je natuurlijk ook wel met je eigen snijplank thuis, dat je lekker aan het snijden bent met het een of ander. Maar die plank, die schuift over heel je aandacht, dus dan loop je een beetje zo achter die ui te snijden, loop je zo een beetje aan door je keuken, omdat die snijplank overal naartoe schuift. Dus zij trappen wij. Laten we dan aan de achterkant, de onderkant, gelijk een anti-slip. Dat je niet weg kan slippen maken. Dus dat is deze kant. Want als je hem vastlegt, zie je, dan kan hij nergens, kan hij meer naartoe, die hele snijplank. Dus nou, dat is de Tupperware snijplank. Zo hoop ik weer een beetje duidelijkheid. En misschien wel iets heel nieuws in uw leven gebracht te hebben. Zoals u misschien ook wel nieuw bent in mijn leven. Ja, en in dat geval vind ik dat altijd fijn om te horen. Er zijn een paar manieren om mij dat te laten weten. U kan natuurlijk op Facebook, kan u vrienden worden. U kan abonneren hier op het YouTube kanaal. Maar u kan me ook e-mailen. Ja, dan stuur je gewoon een e-mail naar me toe en dan lees ik dat. En als u nou een e-mail stuurt, schrijf daar dan in dat u gekeken hebt. Maar misschien hebt u ook wel zin in dat leuke cadeau. Want u denkt natuurlijk, wat is het? Dat gaan we snel weer weggeven. Nou, ik heb het zelf ingepakt met cellofane en strik er ook omheen, want dan vind ik het er gezellig uitzien. En u denkt, wat is het? Nou, het is dit. Het is de kersendoos. De kersendoos is niet voor kersen, maar hij heet de kersendoos, omdat de kersen staan erop afgebeeld. Kijk hoe leuk, hè? Ja, nou, het is een kleine ronde deus waar je dingen in kan bewaren. En als jij nou denkt, oh, die deus, mevrouw van Katerrechts, die zou ik wel willen hebben. Wat een ontzettende leuke deus heb u. Mag ik hem? Dan zeg ik, ja, dat mag. Stuur dan een e-mail naar Marja van Katerrechts. Dat is een apenstaartje. Hotmail.com. En dat betekent hete post op Amerika. Dus dan kun je gewoon naar me toe sturen. En uit de e-mails die ik ontvang, kies ik één iemand uit die van mij deze doos krijgt thuisgestuurd. Leuk is dat. Dus abonneren, kijken, stuur een berichtje, stuur een e-mail. En ik zou zeggen, volgende week, dan denken we misschien, wat moet ik dan weer met mijn leven? Nou, dan zit ik weer voor u klaar, hoor. En ik kijk er nou naar uit om dan weer een dag tegen u te mogen zeggen door dit kleine, leuke, fijne schermpje. Ik hoop dat je een heerlijke week tegemoet gaat. Zorg goed voor je eieren. Neem wat tijd, hè, om ook bij jezelf te blijven. Maar denk ook aan een ander, hè? Want samen maken we de wereld wat leuker. Zo moeilijk is het niet. Door elkaar gewoon liefdevol te begroeten, bijvoorbeeld op straat. Zo makkelijk is het. Dag lievertjes, tot de volgende keer. Laat wat weten. Ik vind het altijd leuk om iets van u te horen. Dag lievertjes, dag bij dag, 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 dag. Zo, nou, dat was de snijplank dan. Klaar?